jij was het die de band brak na een half uur. Wat was jij daarna aan het gebaren naar de bank en naar wie? Oh, naar de trainer. Maar dat zit in het team. Dat zit tussen ons. Ik weet niet of hij het zelf gaat aangeven, maar we houden het binnen het team. Ik ga het hem zo meteen wel even vragen. Nou, daar ging denk ik nog geen minuut overheen. Lacht hij er alweer in? Die was denk ik mooier voor jou als speler, of niet? Ja, nou, de eerste was ook mooi. Kant van een keeper hard met een vrije trap. Daarna de tweede gewoon een geweldige bal van Ricky en op snelheid afgemaakt. Dat was wel ook belangrijk, dan kwamen we wel lekker aan de gang, dus prima. Misschien bedoelde ik ook meer, maar dat kan ik natuurlijk niet voor jou invullen, maar dat een veldgoal misschien mooier is dan uit de standaard situatie? Elke goal is mooi. Ja. Het was wel even nodig, daarna begon het te lopen. Hoe kijk je op het eerste half uur terug? Ja, je weet, als hun gaan inzakken, droge kunstgras, dan moet je maar niet geïrriteerd raken en gewoon de bal laten gaan, kansen creëren. En dan weet je, als je het goed doet en als je het best doet, scherp, meteen druk zet na balverlies, dan moet hij een keertje vallen. En ja, als het half uur duurt, duurt dat half uur, maar ik vind dat we het wel goed hebben gedaan hoor. Ja, want het is dan zo'n eerste oefenwedstrijd tegen een amateurploeg. Dan gaat het denk ik ook vooral nog om conditie. Maar wat voor doelen stellen jullie jezelf wel in zo'n eerste wedstrijd? Ja, productief zijn, scoren, kansen creëren. Serieus zijn met de verdedigende taken. En dat hebben we echt allemaal netjes gedaan. Ja, toen je aankwam, lopen we het al even over van ja, leuke vakantie gehad. Maar dat ging voor jou helemaal niet op. Jij was natuurlijk met Tsjechië op pad. Ik kan me ook voorstellen, een paar dagen rust maar, dat je lichaam ook wel rust nodig heeft. Maar hoe is dat voor jou? Ja, maar jij kan het ook met twee kanten bekijken. Ik heb niks verloren. Ik blijf in de ritme van het vorig jaar doorgegaan met Tsjechië. En ik ben gewoon nog steeds hartstikke fit. Dus dat neem ik zeker mee. Ja, dat ik niet uitgerust ben, ik vind dat ik dat wel ben. Korte vakantie. Ik hoop dat ik daar aan mag wennen. Sterker nog, je vroeg zelf om maandag al te mogen beginnen in plaats van donderdag. Waarom? Nou, weet je, dan wist ik als ik maandag kom aansluiten, dan zit ik er wel lekker in om de wedstrijd van vandaag te kunnen spelen. En dat wil ik. Dat wou ik graag. De voorbereiding vanaf het begin meemaken. Ja, dan heb ik 3 dagen minder rust. Ja, dat heb ik niet zoveel aan. Even terug naar vorig seizoen, laat ik het zo noemen. Ja. Eigenlijk die laatste wedstrijden kwam je er weer bij, de basis. We hadden het daar ook even met de trainer over. Hij zegt, ja, Vaslav Tcherny is bijna een hoofdstuk op zich vorig seizoen. Snap je dat een beetje, wat hij daarmee bedoelt? Ja, als trainer dat zegt, dan snap ik het wel. Maar zo zie ik me niet. Ik ben onderdeel van een team die geweldig draaide. En ik vind dat we een nieuw hoofdstuk aan het openen zijn. En hopelijk vanaf het begin een hele andere. Ik moet gewoon maar zorgen dat ik fit blijf, goed blijf. En dan kan het vanaf het begin lopen misschien hoe ik het zou willen. Maar dat moet ik allemaal voor zorgen op het veld. En dan komt het wel allemaal goed hoor. Je zegt al hoe ik zou willen. Want daar is natuurlijk best wat over gezegd toen je terugkwam na je blessure. Dat er ook een periode is geweest dat je er even weer naast moest staan. Dat de trainer ook zei, het is op dit moment niet goed genoeg. Dat jij daarin zelf misschien te graag wilde. Hoe kijk jij daar zelf dan op terug? Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat ik daar achteraf volledig mee eens ben. Kijk, ik kwam heel gretig terug van een blessure. Voor de tweede keer dat je voetbal moet missen, bijna voor een jaar. Vind je gek dat ik gretig ben, dat ik graag de team wil helpen. Achteraf ben ik eigenlijk met 90% van die dingen mee eens met de trainer, met de trainers. Ik heb met trainer zo vaak gesproken, eerlijk naar mijn mening. En dat is het enige wat voor mij telt. En als het nou negatief is of positief, maakt niet uit als het maar eerlijk blijft. En dat is bij ons, dat zit bij ons goed. Veel dingen wil ik dat ook tussen ons blijven. En uiteindelijk hebben we iets fantastisch behaald. En ja, wie ben ik uiteindelijk om wat te zeggen als wij geweldig draaien? Dan moet je het accepteren. En gelukkig zie je wel, als je ervoor gaat, dan de laatste 3 wedstrijden ben je gewoon onderdeel van de eerste 11. En dat wil ik gewoon nu meenemen, ook met de Tsjechische elftal natuurlijk, die ik achter de rug heb. Meenemen naar de nieuwe seizoen toe en gewoon blijven staan. En dat is mijn doelstelling, klaar. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest, misschien als laatste vraag, dat je na die laatste 3 wedstrijden je basisplaats weer had, met het oog op dit seizoen?
Ja, super natuurlijk. Dat wil je graag. We hadden iets om te spelen. Het waren super belangrijke wedstrijden. En zie je, dat bedoel ik dus. Als je geduldig blijft, heeft het ook wel wat. Moet ik nog wel eens leren. Maar het is zeker zo. En mooie afsluiting. Nog daarna doorgegaan natuurlijk. 4 mooie wedstrijden. En nu doorpakken. Misschien een beetje tot nieuwe inzichten gebracht ook jou, die periode. Kan, zeker. We zullen het zien.